Petter Andersson is na de wedstrijd tegen Roda JC door de fans van FC Groningen verkozen tot Ascent Man of the Match. Het is de tweede achtereenvolgende keer dat Andersson volgens de supporters de beste is. Fans waren weer tevreden over jouw spel. Ja, dat is wel leuk, zeg maar, voor mezelf persoonlijk. Maar natuurlijk was het een grote teleurstelling gisteren met de nederlaag weer. Dus, dat is leuk. Goed balletje. Andersson. Sneller dan Ramsey. Daar is de gelijkmaker. Nee, de bal komt niet bij Soek. Nu op de nieuwe positie ben ik meer... Ik heb mijn positie daar goed gevonden, denk ik. Zeg maar, hoe ik daar moet spelen. Dus met dat ben ik wel tevreden. Nou, je legt ook behoorlijke afstanden af. Je staat natuurlijk veel voor je eigen strafschopgebied, maar je komt ook vaak voor het strafschopgebied van de tegenstander. Ja, nou, absoluut. Dat is het. En in het begin van de competitie toen speelde ik als 10. En toen had ik gewoon moeite om op die positie, om zeg maar, in de meters te maken, om in de aanval in de 16 te komen. En nu voel ik dat ik genoeg energie heb om zeg maar, die afstanden te maken. Dus dat zegt veel over hoe... Waar ik begon en waar ik nu zit, zeg maar, qua conditie en loopvermogen. Dus dat is heel leuk.